Op woensdag 30 mei hebben de PVDB, VVD en PVDA ruim 2 maanden na de verkiezingen hun coalitieakkoord getekend. Het 25 pagina's tellend document beschrijft hoe ze Tiel in balans willen brengen. Tiel in balans is de slogan voor de komende jaren. De hoofdlijnen. Nou, er staat van alles en nog wat in. We hebben het financieel perspectief was wat bijgesteld, waardoor we echt wel keuzes hebben moeten maken. Wat we wel en wat we niet konden doen. Ik denk dat we erg tevreden kunnen zijn als je kijkt wat erin staat. Sociaal domein is een belangrijk punt wat aandacht krijgt. We hebben het zwembad met vertier. We hebben de Waalkade, fase 1 en fase 2. We gaan bouwen in Passewaaij in in combinatie met de grondweg. Die gaat er wat ons betreft ook gewoon deze 4 jaar ook, daar gaat ook echt mee gestart worden. We hebben een doorvertaling gemaakt van het RSG Lingencollege. We halen beheer van de openbare ruimte terug naar Tiel toe. Want we willen grip krijgen op een schone stad. En we hebben met de middelen die er zijn, denk ik dat we toch nog behoorlijk mooie stappen kunnen gaan zetten. Ik ben trots op dit resultaat, maar nog trots op dat deze partijen dat bereikt hebben. Want goed, het is niet mijn resultaat, ik ben morgen weer weg hier of vandaag nog. Maar ik ben wel trots dat wat er ligt in mijn opinie, en dat heb ik straks ook gezegd, recht doet aan Tiel en de inwoners. En daar gaat het om. En niet, wat ik gemerkt heb, niet dat iedereen voor zijn eigen speeltjes zat. Nee, het is gezamenlijk. We zien de noodzaak in van hoe het nou, hoe de stand van zaken is, hoe het Rijk ons kort. Gezamenlijk, we moeten het voor de bewoners zo goed mogelijk op poten zetten. En daar ben ik trots op dat dat gelukt is.